Hoi beste mensen, ik ben weer aan het fietsen. Kijk, ik zit hier weer op de fiets en ik sta hier weer in Ommel, waar die in die bankjes stond, waar ik wel eens ooit gewoon zit als ik nou echt heel moe ben. Dat ben ik nou nog niet, maar ik wou jullie toch even iets laten zien. Toen ik net Ommelepan reed, dus ik ga nou van Ommelepaf, zal ik zeggen, maar toen ik op Ommelepan reed, toen zag ik hier een jongen die de rotzooi op het ruimen waren hier langs de kant en hier in de bossen en veuren en zo. En dat zijn van die mensen die met die hesjes aan en die dat allemaal zomaar gratis allemaal opruimen. Die aasten schoon proberen te houden en daar vat ik mijn petje voor af hoor. En nou, toen net was het hier nogal druk, dus ik kon net hier niet gestopt krijgen, dan zag ik er die jongen nog wel bijgezet. Of die mens. Maar ik laat jullie wel zien wat dat die zo al heeft gevonden. Want dan heeft hij hier klaarstaan. En dan komen ze straks gewoon, komen ze hem in de wagen ophalen, geloof ik. Ik weet niet precies hoe dat ik heet. Maar ik zal het laten zien wat dat er staat. Kijk, ik sta nog steeds op dezelfde plaats. Alleen heb ik naar mijn schermje aan de andere kant heen gewezen. En dan moet je maar eens kijken. Ik maak het beeld een beetje groter. Er zijn zakken vol die ze hier gewoon langs de kant vinden. Al plastic en rotzooi. Die de mensen gewoon zomaar van Jan de Laar te laten. Kijk, bankje staat er weer hartstikke mooi bij. Fietserrekske. En door die drie grote zakken, of vier zakken, die komen ze dadelijk ophalen. En dan is deze kant van Aalsen weer helemaal schoon. Ja, er liggen hier en daar wel wat papiertjes, maar ja, die gaan nog wel weg. Nou mensen, ik fiets weer aan. Dus voor die mensen die Aalsten en Zemmeren schoon houden, het SAS, vat ik mijn petje af. Oh, daar heb ik nou geen op. Nee, als ik een petje op had gehad, dan had ik dat nou afgevat. Bedankt en tot de volgende keer. En hou het schoon jongens, hè. Potverdomme, natuur is toch al zo mooi. Piep, piep.